Geniaal dit. Kleinste auto ter wereld gewoon. Ja, het blijft ook echt een raar ding eigenlijk. Oké, dit is even heel kut. Oké, dan mag ik ook proeven. Oh, nu komt pikantheid. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Leuk dat jullie er weer allemaal bij zijn. Ik ga hier even het gordijntje open doen. Kijk eens aan en even kijken naar het weer. Het ziet er eigenlijk best goed uit. Het is droog en dat is het belangrijkste voor wat ik vandaag ga doen. Maar daarover zelfs meer. Ik ga me eerst even opfrissen. Ja, goedemorgen jongetje. Hey. Ik ga me eerst even opfrissen en even ontbijten en dan gaan we denk ik al vertrekken. Ik heb er wel super veel zin in. Misschien staat het ook al in de titel en thumbnail, waarschijnlijk wel. Maar daarvoor moest het dus droog zijn. Want ja, dat is gewoon leuker en beter. Dus, Ja jongetje, wat moet jij nu weer? Ik heb toch eten? Dus, ik ga me even lekker opfrissen, zoals ik al zei. Even douchen, even ontbijten. En dan gaan we vertrekken. Ik heb er echt, echt heel veel zin in. Lekker opgefrist, lekker ontbijtje binnen. Pannenkoeken van gisteren nog. Is niet echt... Is misschien niet echt een gezond ontbijt, ik weet het niet. Waarschijnlijk niet. Maar we hadden die nog over, dus ik dacht, dan ga ik even lekker eten. Nu ga ik dus de auto instappen. Ik ga wel niet alleen. Ik heb het samen geboekt met nog iemand, die ga ik even ophalen. Dus ik ga sturen dat ik er aankom. En dan staat hij direct klaar als ik daar ben. Zo, ik ben wel benieuwd hoor mensen, wat we dus gaan doen, ik zal het even uitleggen, terwijl ik hier naar de persoon rijd die ik even ga oppikken. Zo, we zijn er alweer. Wat we dus gaan doen mensen is, ik zag dat je kon rijden met elektrische wagens op het circuit van Zolder. Dat is hier dus redelijk kort in de buurt. En ik heb al eens een keertje met een vrachtwagen op het circuit gereden, dat was ook al super vet. Alleen ja, nu met auto's is het natuurlijk een hele andere ervaring. Wel elektrisch, maar ja, het is een beetje hetzelfde gevoel wel. En het vette is dus, er staat, dacht ik, heb ik horen zeggen, een elektrische G-klasse. En ik ben sowieso echt enorme fan van de G-klasse, zoals jullie weten. Als het goed is, staat er ook een Cybertruck waarmee we kunnen rijden. Nog allemaal vette elektrische wagens zoals Polestar, Tesla waarschijnlijk, denk ik. Kia, Hyundai. Alleen het probleem is, of het probleem, ik moest reserveren welke auto ik wou. Je mocht met 4 auto's rijden. Alleen het probleem is, iedere keer als ik wou reserveren op mijn laptop, ik heb geprobeerd op mijn telefoon, dan werkte het niet. Dus dan hing die site altijd vast. Dus ik hoop wel. Ik heb ook nog een mail gestuurd dat ik ja, niet kon reserveren. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als nu al die auto's gewoon vol boekt zijn of zo, maar kan dat? Ik weet dat niet. Dus ja, dan moeten we wel even gaan kijken. Zeg, waar blijft trouwens de persoon die meegaat? Maar ja, alsnog super veel zin in zoals ik al zei. Dit is echt iets wat ik al heel lang wil doen op het circuit rijden. En we gaan jullie weer gewoon meenemen. Wordt weer een super leuke vlog dit. Goedemorgen! Nog niet wakker? Oei oei. En dan meteen op het circuit gaan rijden. Daar gaat je goed wakker kunnen worden. Ja mensen, natuurlijk ga ik... wel wakker worden door die luide motoren. Ja, door dat luid gebrul van die V8 waar wij mee gaan rijden, daar gaan we echt wakker van worden. Maar natuurlijk mensen, ik ga met Gijs, met wie anders kan ik dit doen? Dus we gaan vertrekken, ik heb er super veel zin in. Let's go! We zijn aangekomen mensen, wat ons nu al meteen opvalt is dat... Heel stil. Het is heel stil. Normaal is dat echt super luid. Maar ja, dit zijn allemaal elektrische auto's. Dus het enige wat je hoort is gewoon de banden. Dit is eigenlijk al wel gewoon veel nicer voor de vlog ook sowieso. Want dan kan ik gewoon een normaal gesprek hebben met jullie. Want anders als we hier met de 24 uur komen of zo, dan is het echt bijna niet te doen om verstaanbaar te praten tegen de camera. Maar open. Wat? Waarom zet jij je broek altijd om? Wat? Oh, daar staat hij gewoon al. Holy shit. De G-klasse. Ja, is moeilijk te zien van hier, maar... Wow, die blauwe G daar van achter. What the fuck, hoe vet is dat? Ja, het blijft wel gewoon gek dat alles gewoon elektrisch is, hoor dan. Er komen letterlijk nu auto's voorbij, maar... Echt, ja, echt gek. Oké, we moeten nu dus even kijken waar we moeten zijn. Want hier beneden staan alle auto's. Maar ik denk niet dat dat degene zijn waar we mee kunnen rijden. Dus we moeten eens even kijken. Oh, kijk trouwens die Tesla safety car. Ja, rijden die ook? Die stappen toch in? Ja, misschien is dat gewoon voor te kijken. Ja, voor te testen, denk ik. Nou, we zullen eens even beneden gaan kijken. Oh ja, die G. Oh, ik vergeet wel dat die hier staat. Dat is zo vet. Ja, die Cybertruck staat hier ook ergens, als het goed is. Oké, je rijdt ook zo'n busje mee. Dat is echt vet eigenlijk. Oké, dit is even heel kut. Dit is eigenlijk echt fucking kut. We stonden dus net in de pits, heet dat toch, hè? Ja. En daar stonden allemaal auto's opgelijnd. Daar moesten we ons ook even aanmelden. Hebben we gedaan. Alleen het probleem is dus, zoals ik al zei, we konden niet reserveren op de site, omdat die echt
elke dag vasthing. Ik heb echt letterlijk elke dag geprobeerd. Komen hier aan, die zeggen, ja, je kunt nog proberen bij de merken zelf, maar natuurlijk is alles volgeboekt. Dus ja, nu voel ik me wel een beetje... Kut. Kut en genaaid in mijn reet. Ja. Als ik het zo mag zeggen, even. Dus nu kunnen we hier letterlijk ja, alleen maar rondkijken. Ja, wat kunnen we... Ah! Moet je daar... Huh? Een quads kunt je hier rijden. Elektrische fietsen, ja, dat kunnen we misschien wel doen. Ja, dat is wel echt kut hoor. Ik had er echt naar uitgekeken, gewoon op het circuit rijden, fucking vet. Maken wij dit weer mee, alles volboekt. Besef dus ook dat we hier gewoon voor hebben betaald. En ja, alsnog worden we gewoon echt genaaid. Ik voel me echt genaaid, het is echt kut dit. Kijk dit dan mensen, dit is gewoon een Tesla quad. Dat is nogal vet eigenlijk. Test eens of die werkt. Ga zitten. Wow, goede vering ook. Ja, hij is niet opgeladen denk ik. Oké, we hebben iets gevonden waar we wel in mogen rijden. Kijk eens hoe nice dit is. Dan zitten wij zelfs met z'n tweeën in. Dat kan toch weer niet. Voilà, hij staat klaar. Ja. Dat is je pook. Dat drive. Nee, hij staat niet klaar. Op de rem drukken. Voilà, hoor de rem. Drive, neutraal of achteruit. Ja. Oké. Okay. Daar links heb je je handrem. Ja. En ik raad je aan van je gordel aan te doen. Niet dat het... Maar anders gaat het constant die een biepen. Ja, de deur gaat dicht. Kijk eens, daar gaan we dan. Ik sta aan draaien. Zijn weg, hè? Hop, stop, even. Mijn spiegel. Dit is toch geniaal? Kijk dan! Oh! Waar is de klaxon? Ja, hoe werkt dat, vriend? Zijkant. Hoppa! Zie dat we niet omkantelen, hè? Hoe fijn is dat? Oh, joh! Hoe lachen is dat, joh? Kijk dan hoe het eruit ziet, ook in die spiegel. Nou, we hebben een klein parcoursje hier. Daar mogen we even op rijden. Oh! Oei, joh. Het trekt wel op, hoor. Wow, maar dat voelt echt alsof we gaan kantelen. Echt, en dat is nog maar 40, en dat voelt snel aan dat ding. Hè. Draai nog maar eens, hè. Pinker. Ja, die draaicirkel is wel echt gek. 0 tot 100. Oh, geniaal dit. Kleinste auto ter wereld gewoon. Hoe leuk is dat? 4 pinkers even testen. Ja, nice. Zetelverwarming geven. Kijk dan. Oei, joh. We hebben toch nog auto gereden. Eerste keer dat ik elektrisch rijd. Echt? Ja. Ja, inderdaad. Hebben we toch nog even met iets kunnen rijden. Want... Zal ik nog een rondje doen? Ja, ik vind het wel. 3 rondjes. Iedereen rijdt er 1 of 2 rondjes. Wij doen er 3. Oei, joh. Gaat echt nog goed vooruit. Ja, we durven niet vol gas te geven, omdat het zo'n klein parcours is. Ja, doe zelfs op dat recht stukje even gas onder. Kijk dan, ook hier is gewoon het raam al, hè. Het is wel een goede beenruimte dit, maar... Ja, het zou niks voor mij zijn. Vriend, kom zo eens weg. Dakraampje erbij. Oké, recht stuk, 0 tot 100. Oh. Ja, het wel. Holy shit. Ja, lachen dit. Zoals jullie kunnen zien, mensen, hier ook de Cybertruck. Iedereen staat er ook rond, maar besef dat wij gewoon bij de... tentoonstelling ja. Waren eigenlijk, hè? Zou dat hetzelfde zijn? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien wel, ja. Ja, het blijft ook echt een raar ding eigenlijk. Dat dit gewoon een auto is. Oh, even uit de kant, zegt iemand. Ja, iemand had zo eentje, hè? Op zetplaten in Knokke, maar die heeft die gewoon weggedaan omdat hij te veel aandacht kreeg van de media, besef. Ja, misschien is dat deze. Kan ook wel, ja. Ik heb net nog even gecheckt bij de organisatie, mensen. Nog even gevraagd of er echt geen mogelijkheid was dat we nog konden rijden, want... Aan de achterkant staan dus alle auto's gewoon stil. Er staan superveel van Tesla, superveel van Mercedes. Van elk merk stonden zeker 3-4 auto's stil. Meer ook, dus we konden nog perfect rijden. Ja, het is echt bullshit, vind ik. Maar die vrouw wil ons ook niet helpen. Ik vond zelf ook dat die vrouw echt... Ja, ik vroeg dan iets en dan staarde die mij gewoon aan. Dus een beetje onprofessioneel. En niet zo klantvriendelijk. Allee, klantvriendelijk. Geen goede service, laat ik het zo zeggen. Ik ga geen slechte review achterlaten, maar bij deze is dit mijn slechte review. Fuck EV days in circuit zolder. Ja, ik ben gewoon echt boos. Ik had echt... Dit is al meer dan een week gepland volgens mij. Ja. Ik ging een dikke video worden, rijden op het circuit met ons twee, maar... Komen we zelf wel eens. Nu rap. Ja. Zo mensen, ik besef me nu dat ik echt niet meer veel gefilmd heb vandaag. Maar ik stap de auto uit, mijn auto. Het is ook al een beetje donker aan het worden. Want ik ben zo net even bij mijn mama geweest. Het was gewoon mijn dag niet vandaag. Ik had er zo naar uitgekeken. En ik was even zo teleurgesteld dat het gewoon niet meer mogelijk was. Omdat, ja, normaal
Ja, ik keek gewoon echt uit om deze vlog te maken. Het ging super dik zijn, super vet met al die auto's. Ieder mocht vier auto's testritten. Dus het was sowieso ook een lange vlog geweest. Dus daar was ik wel even heel kwaad om. Dus ja, ik heb voor de rest echt niks meer gefilmd. Maar, ik ben nu weer thuis. Ik ga even het licht aan, zo. En ik ga de oven opzetten, want zo meteen kan Bo ook naar huis. Dan gaan we even lasagne eten. Dus ik ga de oven al opzetten, kan die opwarmen al. Kan ik het zo meteen inzetten. En dan kunnen we lekker eten. Oké, de lasagne zit in. Bo gaat nu eens even iets testen, want dit heb ik van mijn mama meegekregen. Dit is blijkbaar echt heel pikant, zegt zij. Heel, zegt hij dat? Ja. Bro, er stond letterlijk een reactie. Waar blijven jij zijn scheten in de vlog? Ik wil nu ook al testen, hoor. Lekker? Wat is het eigenlijk? Barbecue. Rep. Even. Ze hebben al gesmoked. Oh, mijn lippen. Holy shit. Dat kun je niet gewoon eten, eigenlijk. Het smaakt inderdaad naar ribbekes. Het is wel... Deze is nog pikanter, zeg ik. Het is wel pikant. Ja, drie peperkjes, twee. Ja, en dit is nog maar twee. Oké, is die nog pikanter? Amai, normaal is dat niet zo. Kijk, zo'n kaas, dat proeft naar stinkvoeten. Oeh, maar wat, joh. Normaal als dat erop staat, is dat helemaal niet zo pikant. Gast. What the hell? Ben je echt nu aan het weggaan? Ja, je moet... Nee, het gaat inderdaad even weg. En dan ademen. Nog niet, hè? Het doet zelfs pijn. Nu is het precies weg door die. Alhoewel. Wow, wacht, ik dit is deze toch huis. Andere dingen dan die gewone hodden. Spicy, want die eet ik zo graag. Dat is zo, als je er meer van eet, wordt het beter. De smaak is wel goed. Barbecue, heel lekker. Ribs, maar wow. Heel lekker. Ja, het is wel pikant. Het klopt wel. Drie ineens. Doet dat iets, denk je? Dit zijn er twee. Kijk wat we hebben. Maar ja, die worden heel goed. Gaat je dat nu testen? Het perfecte moment. Ja. Want je hebt toch warme mond. Kun je goed koelen. Je hebt warme mond. De twee vallen trouwens wel mee. Kotsen. Het is gewoon weer een taste-test vlog geworden. Oké, dan wil ik ook proeven. Oh, nu komt de pikantheid. Maar joh. Proeft echt naar Oreo op het einde. What the fuck, dat proeft echt naar Oreo op het einde. Mijn lippen staan. Het gaat nog wel. Vuur. Ziet je dat of ziet je dat niet? Oeh, dat riekt veel. Maar het valt wel mee hoor. Het proeft echt meer naar cola dan naar Oreo. Proef dan, hè. Wat gaat je alleen ruiken? Ik heb een mandje, Piet. Ik vind het eigenlijk niet slecht. Nee, gaat wel. Maar wow, deze ga ik toch even aan de kant zetten hoor. Hey, mijn tong begint nu echt zo... Je zit toch niet in de zetel gewoon voor de film? Nee, dat kan niet. Hoe zit het hier trouwens? Is die nog niet klaar? Ja, ik denk het wel. Zijn er weinig hier eens iemand mee pranken? Gewoon een bakje doen. Paprika chips. Zo, ik weet niet of jullie dat goed zien op camera, maar voor mij is het dus echt een verschil nu met die nieuwe straatverlichting. Oké, even het licht terug aangedaan, maar... Ja, ik weet niet, met die nieuwe straatverlichting is het gewoon echt... Echt een verschil. Er komt veel meer licht binnen in de kamer ook. Maar wel nice of zo. Is wel beter. Ik heb ook even nog het raam open, want het is buiten gewoon warmer als hier op de kamer. Echt gek, maar als ik ook mijn hoofd even zo uit het raam hang... Het ruikt ook warm. Ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel, maar het ruikt echt naar zo'n zomerse nacht. Terwijl, ja, het is gewoon bijna winter ook. Ah, bijna winter. Het is gewoon echt herfst. Dus ik ga het raam nog even laten openstaan. Wij gaan wel slapen, mensen. Want morgen... Gaan we weer zoveel mogelijk proberen doen om de verkoop van het huis helemaal in orde te hebben. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, de foto's moeten nog steeds afgewerkt worden. Daar gaan we morgen voor zorgen dat die gewoon allemaal af zijn, want ik wil er gewoon vanaf zijn ook. Ik moet nog een paar dingetjes ondertekenen die ik nog in orde moet brengen. Kijken, wat moet er nog gebeuren? Ja, sowieso komen ze deze week ook nog voor een EPC-keuring was het denk ik, maar dat is pas vrijdag. Dus daar moet ik ook nog op wachten, wat best wel stom is. Maar ja, dan, normaal gezien vrijdag is dat het laatste wat gebeurd moet zijn. Dus dan is het helemaal rond en kan gewoon het huis online om de verkoop in te gaan. Ik ben ook sowieso wel heel benieuwd hoe snel het gaat gaan allemaal en zo. En ik ben vooral heel benieuwd waar ik ga belanden weer. Want ik moet zeggen, we zijn er nu nog niet zoveel mee bezig. Omdat we hebben zoiets van het bezoeken er wel naar als het moet zijn. Omdat als we nu gaan zoeken naar een huis, dan kan het natuurlijk al weg zijn eer dat wij dit verkocht hebben. Dus we hebben zoiets van, kijk, als het hier gewoon... Ja, rond is zeg maar de verkoop, dan gaan we gewoon beginnen uitkijken naar iets anders. En zal er wel iets op ons pad komen wat zo zal moeten zijn. Maar daar gaan we dus morgen weer mee verder, dames en heren. Met gewoon de foto's, dat die helemaal klaar zijn. En dat vooral. Ik ga jullie eerlijk vertellen mensen, vandaag was niet mijn beste dag. Ik heb er echt van gebaald dat we niet hebben kunnen rijden op het circuit. Maar dat hebben jullie ook al kunnen zien, denk ik. Ik vond het gewoon echt jammer, want
ja, ik probeer dus zoals ik heb volgens mij val ik een beetje in herhaling, maar ik probeer dus echt gewoon leuke dingen te plannen en als het dan niet lukt is dat een beetje stom natuurlijk, want het is niet dat ik vandaag ook nog ging parachute springen en ballon vliegen, dus ik had mijn hopen, of hoe zeg je dat? Ik had mijn hopen gericht, of hoe zeg je dat? Wat wil je zeggen? Ik had de vlog gericht vandaag op echt op het circuit rijden. Maar ja, het is nu gebeurd, morgen weer een nieuwe week, maandag, een nieuwe dag, nieuwe kansen, dus morgen zijn we er uiteraard weer bij, gaan we lekker knallen. En dan zie ik jullie morgen weer om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren zoals altijd. En dan zeg ik zoals altijd, toedeledokie, ciao!